Voorzitter, ik heb geen vragen over de verhuurdersheffing. Daar gaat namelijk de Kamer over. Dus vanavond kunnen we daarover stemmen. En dan gaan we zien of daar een meerderheid voor is om die af te schaffen. En ik heb goede hoop het debat gisteren gehoord. Maar de wooncrisis gaat over veel meer. Daar ben ik wel benieuwd naar de reflectie van de heer Rutte. Want normaal gesproken had ik dit aan een formatietafel gevraagd. Maar goed, daar wilde hij niet met mij zitten. Dus vraag ik het hem hier in deze zaal. Is ook wel zo verfrissend dat we het hier over die inhoud hebben. De problemen op die woningmarkt die zijn de afgelopen 10 jaar ontstaan terwijl hij premier was. De huren zijn met 35% gestegen. Stef Blok heeft de sociale woningen en andere woningvoorraad in de uitverkoop gedaan. Doordat hij naar Singapore reist om het proberen aan de man te brengen. Kan hij reflecteren op de afgelopen 10 jaar volkshuisvestingsbeleid van zijn kabinetten? Ik denk dat we een belangrijke stap hebben gezet, maar dat er nog verschrikkelijk veel te doen is. En overigens zou ik dolgraag met de heer Klaver in het kabinet zitten. De heer Klaver. Voorzitter, dat treft Lilian Ploemen en ik ook. En wij hebben namelijk eenzelfde inzet. Alles wat ik nu zeg, zeg ik ook echt namens de Partij van de Arbeid. Wat wij vinden daar precies hetzelfde op. En dan zouden we met elkaar verder kunnen komen. Maar het is ook mooi om het hier met elkaar te bediscussiëren. En u maakt zich iets te makkelijk vanaf. U zegt, we hebben al heel veel gedaan. Ja, u heeft heel veel gedaan. Er is een verhuurdersheffing gekomen. Sociale huurwoningen zijn massaal verkocht. Huren zijn met 35% gestegen. Dat was niet zomaar per ongeluk gebeurd. Dat is actief beleid geweest van dit kabinet. Door woningen aan speculanten te verkopen. En dus is mijn vraag, is de heer Rutte bereid om de komende periode dat liberale denken toch echt even thuis te laten en een grotere rol voor de overheid daar neer te leggen en speculanten stevig aan te pakken en te zorgen dat huisjesmelkers niet meer de eerste zijn die een woning kunnen kopen, maar dat ze naar starters gaan? Ja. De heer Klaver. Ik ben het daarmee eens. Ja. Tot slot. Dus de afgelopen... Dat is mooi. Dus dat betekent, als ik het goed begrijp, dat we gaan zorgen dat speculanten de belasting die zij betalen over al die huurinkomsten, dat die fors omhoog gaan. Het betekent dat we het woningwaarderingsstelsel kunnen gaan aanpassen, zodat er een maximum huur komt. Omdat je nu ziet, zeker in de grote steden, dat de huren exploderen. Omdat die huisjes maar kunnen vragen wat ze willen. Het betekent dat we nog beter gaan controleren of dat stelsel ook wordt nageleefd. Dat is mooi, dat is absolute winst. Laten we daar heel snel mee beginnen. Dank u wel. De minister-president. Ik ben het helemaal eens met de beleidsdoelen die Klaver net schetst. Maar dat vraagt van ons allebei, als we dadelijk met z'n tweeën zo'n kabinet zouden zitten, dat we bereid zijn om even niet vanuit de eigen heilige huisjes te denken, figuurlijk zeg ik het hier, van wat GroenLinks al 30 jaar roept over de woningmarkt, of wat de VVD al 30 jaar roept over de woningmarkt, maar dat we met elkaar zeggen, laten we nou eens in zo'n formatie een dag pakken en een diepe analyse maken van het probleem. En vanuit die analyse kijken welke stappen moeten er nu gezet worden om uiteindelijk die woningbouw te realiseren. Om ervoor te zorgen dat die huren betaalbaar blijven en dat je er ook voor zorgt dat de mensen met hele normale banen, die ontzettend belangrijk zijn voor onze samenleving, in het onderwijs, in de zorg, bij de politie, dat die ook in de steden kunnen wonen. Volgens mij is dat een gezamenlijke opgave. Maar dan ben ik bereid om even alle heilige huisjes op te geven. Maar als ook de heer Klaver dat dan wil doen, want die komt dan, hoor ik net toch, met een aantal bekende thema's. En misschien heb je er een paar voor nodig, ik sluit dat helemaal niet uit. Maar ik zou ook hem willen uitdagen. Laten we gewoon eens even met een leeg velletje dit gaan doen. Ja. Tot slot, de heer Klaver. Ja, voorzitter. Nu wordt er een minderheidskabinet van de VVD en GroenLinks voorgesteld. Ja. Het wordt steeds complexer hier in deze zaal. Er is geen formatie. Dus laten we ook niet doen alsof die volgende week gaat beginnen. Laten we het dan hier doen. Daagt u mij uit. Waar vindt u dat ik op moet terugkomen waarvan u zegt, dit is zo'n heilig huisje. Hier moet u anders over gaan denken. Daag me uit. Ja. Ik vind dat je, als je die discussie wat meer ten principale voert, dat je moet praten over de vraag, hoe bereik je zowel die betaalbare huur, hoe bereik je dat er genoeg gebouwd wordt, hoe zorg je er ook voor dat er voor de particuliere sector genoeg gebouwd wordt. Je wilt ook dat mensen met een wat hoger inkomen ook nog naar een huurhuis kunnen, dat die niet allemaal gedwongen worden naar koopwoningen te gaan. Je moet ervoor zorgen dat in die koopwoningmarkt die spanning eraf gaat. Volgens mij zijn we het allemaal echt eens over die doelstellingen. En dan zou ik willen zeggen, vanuit het instrumentarium moet je kijken wat werkt daar wel en wat werkt daar niet. Maar begin nou eens met die analyse van het probleem. En natuurlijk, dat zei, werd gisteren ook in de eerste termijn al van de Kamer door verschillende partijen gezegd, ook mijn partij, dat opvattingen in het verleden over hoe ga je om met mensen die heel veel huizen hebben, het doorverhuren van woningen, waar vervolgens geen mensen zelf gaan wonen, dat je dat allemaal fundamenteel moet bezien. Maar daar zou ik dan ook, en dat is niet een kritiek richting de heer Klaver, integendeel, dat is meer ook naar mezelf, dat ik zeg, dan ben ik ook bereid alles op tafel te leggen, maar dan ook alles, als hij het ook is. Ik geef de heer Klaver even het woord, omdat u richt zich ook echt direct op de heer Klaver, maar alsjeblieft wel kort.
Voorzitter, ik begrijp dat u dat zegt, maar laten we het ook prijzen dat het hier echt over de inhoud gaat. En dat, zeker. Dat dit een mooi debat over fundamentele vragen van de woningmarkt is. Ja. Kijk, nogmaals, en dat bedoel ik ook echt niet vervelend, maar als u zegt, die heilige huisjes laten ze thuis. Ik kan zeggen, die laten wij thuis. Je moet namelijk over alles willen spreken. Maar ik heb een aantal oplossingen genoemd waarvan ik denk dat ze echt nodig zijn. Want het is niet dat ik nog nooit heb nagedacht over die woningmarkt. Daar hebben we plannen op gemaakt. Daar hebben we een analyse op gemaakt. Dus daarom daag ik u uit. Als u zegt, ja, het is zo lastig met u praten. Want u heeft nog allerlei taboes liggen. Welk taboe moet ik thuis laten? Want dan weet ik dat. En dat is eigenlijk waar ik heel concreet naar vraag. Want het lijkt me zo mooi, voorzitter, tot slot. Dit hoeven we helemaal niet per se aan die formatietafel dan te bespreken. Of ergens achteraf, hier in deze zaal, kan iedereen meeluisteren. Over welke taboes ik moet achterlaten. Welke taboes u moet achterlaten. En kunnen we misschien vandaag al wel stappen zetten. Ik heb concrete voorstellen gedaan. En het zou ook top zijn als u daar nog even op in kon gaan op die 4, 5 voorstellen.